Hoogtepunten van het jaar het voor mij altijd Paaske geweest. Met allerlei mooie Paaskenietjes die je eier in de natuur verstoppen deden. Mijn moe en ik gingen die altijd eier opzuiken. We legden ze altijd weer netjes terug in het nest. Eens, zo had ze mij op haar drukt, komen ze aankomend jaar niet weer om. Nee, iets meer ook, denk ik. En als je dan echt optrekt, dan gaan we erin. Kijk eens. Jij moet het roepen hoor, ik zie nu niet. Ja, nee, ik kan niet. En komt u maar. Ga maar. Ja, en dan gaan we weg. Nu, ja. Want wat heb je precies in je hand? Een hazenpootje. Voor de hazen die gebruikt gaat worden? Nee, dan gaan we een shot mee doen. Kijk, heel close. En dan komt hij. Ja, en dan moet ik trekken en dan trekt iemand anders. Takje weg en dan... Wie denkt dat de paashaas lief is, kan zich nog wel eens bedenken bij het zien van de film Paashaat. Het is een heel debiel verhaal over een paashaas die neergeschoten wordt. Zoals het Groen Groen Knollenland liedje gaat. Maar die staat op uit de dood. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje belachelijk allemaal. Ja, we hebben eigenlijk maar één totaalshot nodig van het huis. Waarin het donker is en de zombie paashaas rondsluipt. En dan een beetje probeert om... het huis in te komen eigenlijk. Waar het gezin zich verstopt. Want ze zijn natuurlijk bang. Want het is een heel eng beest. Al in een groen knollen knollen land. Daar zaten twee haasjes. Heel barmant. Goed zo. En de een die blies de fluiten. Fluit en de ander sloeg de trommel. En daar kwam opeens een ja. Nou Timmy, wat kwam er? Ja. Jager, man. Goed zo, Timmy. Ja, dat is papa. De film is in november vorig jaar al vertoond in de USFA, maar speciaal voor Paas hebben de makers de film weer uit de kast gehaald. Zij voegen zelfs nog enkele beelden toe om de plek waar het zich allemaal afspeelt duidelijker neer te zetten voor de kijker. De film die gaat over een stel mensen die wonen op het platteland, een dysfunctional family zoals dat heet. En die krijgen te maken met een wraakzuchtige zombie paashaas op Pasen. En dat wordt nogal een traumatische ervaring voor alle drie. Dit is de plek waar de familie woont. En die zijn hier, normaliter hebben ze hier gewoon een heel prettig leven. Maar deze Pasen die wordt toch wel wat minder prettig ervaren. Buurman, niet zo. Ook nog overloop. Alsof dat erg zou zijn. Wat zeg je? Of je die dode haas van mij gevonden hebt. Als je het klote beest vindt, laat maar even weten.
Ja, ja. Stil maar, Timmy. Er komen wel weer nieuwe haasjes. Hé, stil maar. Moet je ook maar kunnen voorstellen van hoe het is om een paashaas te zijn. Dus het kan best wel freaky zijn, denk ik. Maar een zombie paashaas is nog een stukje freakier. Dat is een freak of nature feitelijk. Want die is door gif aangetast. En is daarom nogal in agressieve buien terechtgekomen. De bewegende paashaas is gemaakt door special effects man Walter. Het is gewoon een robot en wij hebben hem dan beplakt met de huid en de kop erop. En ja, die geluiden die erin voorkomen, die horen gewoon bij dat ding, maar die komen helemaal niet in de film voor. Die zijn niet belangrijk? Het gaat om de beweging en heel vaak komt het me net ook uit hoe de beweging is. Soms zitten we wel 10 takes te wachten tot hij eindelijk de goede beweging maakt die we kunnen gebruiken. Dus het is ook een heel geknip in de film. Van, nou doet hij juist dat. Ja, dat moeten we hebben. Het is eigenlijk best wel tijdsintensief wel. Voor de dicht voor close-ups heb ik een stunt paashaas gemaakt. Ik heb het dus eerst helemaal gekleid. Daarna heb ik hem in gips gegoten dus. En later dus de klei eruit. Latex erin. En 2 heb ik gemaakt. Later dus met de haar. En als het goed is kan hij zijn bek nog een klein beetje bewegen. Hij heeft zoveel bloed in zijn bek gehad inmiddels dat eigenlijk alles van binnen al een beetje kapot is. Dus ik weet niet of hij nog een stuntje kan doen vanavond, maar in ieder geval, dit is dus het stuntkopje voor de close-up scènes. Dus. In Paashaat is geen enkel geluid van de locatie gebruikt. Alle geluid is achteraf onder de beelden gemonteerd. De regisseur heeft hier bewust voor gekozen. Dat hebben we gedaan om een soundtrack te creëren die zo ver mogelijk staat is van de werkelijkheid. Het is een fantastische film. Dus dat betekent dat je een hele artificiële wereld neer wil zetten. En we hebben in die soundtrack hebben we zoveel mogelijk sferen neergezet. Zoals van metal, digital hardcore, country. Er zit een orgelstuk tussen. Het is samenraapsel van allerlei stijlen. En dat past ook wel bij het film die allerlei genres overstijgt. Ik heb Tijn en Anne ongelukkig te vertellen over moe afriek en bolus van mijn vaders voor het haar. Die afgeschoten porsels was de einde bron vol om daar weer niet te vergeten. Hoeveel heb ik nou nog down? Down! Oké, okay. Hartstikke mooi. Oké, okay. Nou, til hem maar op. Okay. Doe hem ook maar even aan. Ik zeg maar ja. Doe maar aan. Kan je hem aandoen? Walter? Wat moet ik aandoen? De zombiepaashaas. De zombiepaashaas aandoen? Ja. Maar ik ben te groot. Nee, een knopje. Oh! Waar zit het knopje eigenlijk? Op de rug. Rechter schouder? I think I have a bad motivator. No. Mooi. Okay, omhoog. En dan laten landen. Hoop dat hij weer beweegt. Ja. Ja, dat had het met die haas houden. Die beweegt nooit zoals je wil. Je hebt even een paar momenten nodig dat hij net even eng beweegt. Maar kijk, hier begint hij al te drijven. Nou ja. Een combinatie van puppeteering en animatronic. En waarvoor maak je deze film? Voor de lol. Tenminste, ik wel. Het is gewoon ontzettend melig om dat soort dingen te maken. En Bouke die wil nog wel eens over wat diepere betekenissen inzien en zo. En die zit er ook wel in. Maar op het eerste gezicht is het natuurlijk gewoon allemaal leuke onzin. Dit is wel goed. Ja,
perfect. Nou, dan moet dit een beetje uitlichten. Je kunt ontzettend serieus heel veel tijd steken, juist in onzin maken. Het is veel leuker, want kijk, dagelijks werk zijn we serieuze dingen aan doen. Ook echt serieus, weet je wel. Serieus camerawerk of heel maatschappelijk relevante projecten. En het is gewoon heerlijk om gewoon ontzettend veel energie te steken en zo mooi mogelijk de grootste onzin te filmen. Hoe komt zo'n film nou tot stand? Zo'n film komt tot stand op basis van associatie tijdens een gezellige filmavond. En dan is het een kwestie van het ene idee combineren met het andere. En dan ontstaat er in één keer iets bijzonders. En dat zijn de ideeën waarop je dan verder je verhaal gaat bouwen. Ik heb er zelf, schep ik er veel voldoening in en anderen om mij heen ook. En dat is heel belangrijk in het leven, denk ik. Dus, wij gaan zeg maar de duistere kant van het leven bijvoorbeeld, die in dit soort films naar voren wordt gebracht, die verbeelden wij, of die zetten we om in een soundtrack. En daarmee kanaliseer je feitelijk die gevoelens. Dermate debiele cult eigenlijk. Dat het is leuk als mensen dat zien. En we gaan ook wel mee in een festival of zo. Maar we hoeven die verder ook niet enorm veel mee te bereiken of zo, weet je wel. Dat is niet het doel hiervan. Maar je wilt het wel aan mensen laten zien. Ja, tuurlijk. Ja. Dus het is niet alleen maar onzin. Nee, we hopen dat die mensen ook van onzin houden. wij kijken ook heel veel onzin en er wordt ook omgemaakt. En natuurlijk is het leuk. Ja. Waarom is onzin leuk? Nou, omdat alleen wat serieus genoeg is. Het is gewoon ontzettend relativerend ook, weet je wel. Je kunt heel erg met serieuze dingen bezig zijn. Maar juist als je dan alles loslaat, het is gewoon ontzettend bevrijdend. Gewoon. Wat wil ik bereiken met deze film? Ik wil mensen, mensen laten nadenken en vermaken. Dat is die combinatie. En, de zin in onzin ontdekken en de onzin in zin.